In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Nadat de heilige Alphonsus de Liguri ons in de vorige conferenties gesproken heeft over het vluchten van de gelegenheden tot zonde, als ook over de dagelijkse en doodzonde onderwezen heeft, wenst hij ons nu tweemaal te spreken over het sacrament van de heilige biecht. Dit sacrament, zo zegt hij, is een noodzakelijk middel indien wij een geestelijk leven willen leiden. Indien wij vooruitgang wensen te boeken in de heiliging. De heilige Alphonsus beschrijft de biecht als volgt. Het sacrament van de biecht is het sacrament waardoor, krachtens de absolutie van de priester, de zonden na het doopsel begaan vergeven worden. Jezus, Gods Zoon, heeft aan de priester de volmacht verleend zonden te vergeven. Christus sprak: wiens zonden gij vergeeft, die zijn ze vergeven. En wiens zonden gij laat behouden, zij blijven ze houden. Bovendien leert Sint Alphonsus met het Concilie van Trente dat de biechteling niet alleen zijn zonden vergeven krijgt, maar ook de staat van genade terug ontvangt. Evenals alle verdiensten van alle goede werken die hij voor de zonde volbracht had. Men krijgt bovendien grotere kracht om aan de bekoringen te weerstaan. De heilige Alphonsus wenst ons, zijn leerlingen, niet zozeer te spreken over de biecht van de doodzonde, want daarvan zouden wij eigenlijk vrij moeten zijn. Maar hij spreekt over de biecht van de zielen die naar volmaaktheid streven, die zich dus meer en meer trachten te zuiveren, ook van de vlekken van de dagelijkse zonde. De heilige Alphonsus stelt zich de vraag: is het nuttig ook die dagelijkse zonden te biechten? En als antwoord verwijst hij naar de heilige Caesarius. De heilige Caesarius vertelt dat een priester eens de duivel had bevolen te zeggen wat hem de grootste schade toebracht. En de duivel antwoordde: dat is de veelvuldige biecht. De veelvuldige biecht. En niet enkel de duivel, maar natuurlijk ook Christus getuigt van het nut van de biecht. Bijvoorbeeld aan de heilige Brigitta. Christus zegt: wie zich staande wilt houden, moet zich meermalen zuiveren door de biecht. Dat de biecht ons geweten zuivert van schuld tegenover God, toont ons een gebeurtenis uit het leven van de heilige Johannes Climacus. De heilige Johannes Climacus zag hoe bij de kapittelverzameling van de monniken, waar men zichzelf voor de medebroeders van de eigen zonden beschuldigt, een engel de genoemde zonden wegveegde, zodat de meeste monniken een wit blad, dat betekent een zuiver geweten, bezaten. Omwille van de reinheid die de biecht ons schenkt, waren de heiligen gewoon zelfs dagelijks te biechten. Zo deden bijvoorbeeld
de heilige Catharina van Siena, de heilige Carolus Borromeus, de heilige Ignatius. Alle heiligen wensten zich steeds meer en meer te zuiveren en aangenaam te zijn in het oog van de Allerheiligste God. De heilige Alfonsus zegt dat er langs de kant van de biechteling drie dingen noodzakelijk zijn voor een goede voorbereiding van de biecht. Een gewetensonderzoek, het berouw en een goed voornemen. Betreffende het gewetensonderzoek, zo zegt Alfonsus, is het voor iemand die dikwijls biecht, goed zou zijn om de 2 weken te biechten, het niet noodzakelijk is het hoofd te breken welke dagelijkse zonden men zou kunnen begaan hebben. Men moet zich eerder toeleggen op het zoeken van de oorzaken en de wortels van het kwade. Waarom en hoe men toch in deze zonde is gevallen? Waarom? Wel, indien men niet dieper graaft naar de oorzaken van de zonde en slechts lauw de gewone biechtlijst opstelt of opnieuw gebruikt, dan zal men onfeilbaar dezelfde biechtlijst het hele leven kunnen gebruiken. Men kan ze in de broekzak laten zitten. Dat is praktisch, maar verderfelijk. Men zal namelijk altijd in dezelfde zonden blijven vallen. Men zal altijd hetzelfde liedje neurien. Nee, mijn dierbaren, wij moeten naar de oorzaken van het opschietende onkruid zoeken. Zo niet, zal men vaker niet dan wel een echt berouw en een goed voornemen bezitten bij de absolutie. Dat gewetensonderzoek naar de oorzaken van de dagelijkse zonden, er hoeft niet zo lang te duren. Het is slechts een blik, een moment. Indien men zich hoedt voor het begaan van dagelijkse zonden, dan zal de dagelijkse zonde, indien zij toch is voorgevallen, deze situatie zal zich direct voor de ogen weer duidelijk zijn, voor de ogen staan. Het doodzonden vanzelfsprekend zullen als pozanen weer klinken. Het kan allemaal snel gaan, dat gewetensonderzoek. Dat betekent, iedereen heeft er tijd voor. Bovendien leert de catechismus dat men niet verplicht is alle dagelijkse zonden te biechten. Het volstaat dat men de dagelijkse zonden biecht die het geweten meer kwellen, doordat zij zijn uitgevoerd in volkomen bewustzijn, in vrije wil, dan dagelijkse zonden die ons door zwakheid overvielen. Het is nuttig die dagelijkse zonden te biechten die u hinderen op de weg naar de heiligheid. Bij het gewetensonderzoek voor de biecht kan men ook reeds gebiechte zonden meenemen, want ook zij kunnen oorzaak zijn van nieuwe dagelijkse zonden. Reeds gebiechte zonden opnieuw biechten drukt uit dat wij een bijzonder berouw bezitten en versteld staan dat men zulke dwaasheden, zulke ongerechtigheden tegenover God in het vroegere leven heeft kunnen begaan. Dit opnieuw biechten van oude zonden
is als een zalf op oude littekens. Ten tweede dient men naast een goed voorbereid gewetensonderzoek een waar berouw op te wekken. Waar berouw over de daadwerkelijke zonde. Dit berouw is noodzakelijk, want indien berouw ontbreekt, is de geschonken absolutie van de priester in Gods ogen ongeldig. De mens kan men bedriegen, maar God niet. Zonder berouw blijft men de zonden behouden. Alle zonden. En dit wordt bevestigd door het feit dat men in stervensgevaar, zonder priester, maar met een volmaakt berouw, de zonden kan vergeven krijgen. Het berouw is noodzakelijk, maar het is onmogelijk de ziel te redden indien men geen berouw bezit. En opdat een waar berouw het gewenste peil zou bezitten, moet het aan 5 eigenschappen voldoen. Het is niet gewoon sorry. Ten eerste moet het berouw inwendig zijn. Dat betekent dat men niet enkel met krokodillentranen naar de biechtstoel komt om ze te vergieten over de stolen van de priester. Opgewekte tranen. Maar dat berouw moet innerlijk en werkelijk zijn. Berouw over de belediging die men God heeft aangedaan. Ten tweede moet het een bovennatuurlijk berouw zijn. Dus berouw gegrondvest op Gods goedheid. Ten derde moet het leedwezen boven alles groot zijn. Dit betekent dat men te koste van alles de schuld van de zonde wil biechten. Zonder angst, eer of aanzien of goederen zelfs te verliezen. Bijvoorbeeld als gij door uw zonde bepaalde zaken moet restitueren, herstellen. Niets mag ons weerhouden alle zonden rouwmoedig te belijden. Ten vierde dient het berouw algemeen te zijn. Tenminste over elke doodzonde, apart en in het bijzonder. En ten vijfde dient ons berouw gepaard te gaan met een vertrouwen en een hoop op vergeving. Zo niet zondigt men tegen de Heilige Geest. Men twijfelt aan Gods goedheid en kracht. Belangrijk, mijn dierbaren, is ook te zeggen, zo Sint Alfonsus, dat niet de langste, maar wel de rouwmoedigste biecht de beste is. Een goede biecht wordt in geen geval gemeten in duur of in aantal woorden. Hier moet men over bemerken dat niet elk berouw voelbaar moet zijn. Echt berouw is geen zaak van gevoel, maar van de geestelijke kracht van onze ziel, het verstand en de wil. Een ander punt dat Sint Alfonsus ons nog wil duidelijk maken, is het onderscheid tussen een volmaakt berouw en een onvolmaakt berouw. Het beste, het volmaakt berouw, is een leedwezen over de bedreven zonde. Wegens een belediging die men God daardoor aandoet. Het gaat om God. Een onvolmaakt berouw is een droefheid over onze zonde, wegens het nadeel dat wij uit de zonde ervaren. De straf, vagevuur of hel. Volmaakt berouw zorgt ervoor dat wij direct de staat van genade terugkrijgen. Misschien zelfs, zo leert de kerk, voor de absolutie door de priester reeds.
Maar vergeten we niet, een volmaakt berouw houdt in dat men terug Gods pad wil wandelen. En dat men dus voornemen heeft, zodra als mogelijk de biecht, het sacrament, te ontvangen. Dat is de leer van het Concilie van Trente. Volmaakt berouw is eigenlijk een uitdrukkelijke acte van liefde tot God. En waar liefde tot God is, kan geen zonde, kan geen ongenade bestaan. De zondaar met een volmaakt berouw, met een liefde, wordt door God weer aangenomen. De heilige Petrus zegt, de liefde bedekt een menigte van zonden. Het onvolmaakt berouw echter. Daardoor herwint men de staat van genade niet zomaar. Het onvolmaakt berouw kan enkel krachtens de absolutie van de priester, krachtens het sacrament, naar een hoger niveau worden geheven. En door het sacrament wordt dat onvolmaakt berouw sterk genoeg om de genade terug te winnen. En daardoor is dat onvolmaakt berouw, dus berouw uit vrees voor de straf, die wel niet het hoogste nastreefbare berouw is, toch afdoende voor het ontvangen van het sacrament van de biecht, voor het herstel van de genade bij de absolutie. De Heilige Schrift zegt, de vrees voor God is het begin van de liefde tot God. Natuurlijk moet men niet enkel de straf vrezen, maar ook de wil bezitten of de wil opwekken zich te beteren. Dat is namelijk het derde deel van een goede voorbereiding van de biecht zijdens de biechteling. Voor de biecht reeds het voornemen opwekken niet meer te zondigen. En dat voornemen moet vastberaden zijn, algemeen en werkdadig. Vastberaden, dus niet, ik zou wel willen. Nee, het moet klinken, ik wil die zonde niet meer bedrijven. Met Gods genade wil ik God niet meer beledigen. Dat betekent dat men werkelijk alle zonden wil mijden. Niet enkel maar de makkelijke zonden. Werkdadig betekent dat men na het besluit ook de middelen grijpt. Men vlucht daadwerkelijk de gelegenheden tot zonde. Men vlucht die personen die tot zonde voeren. En zo niet. Zonder de wil zich te beteren is de biecht ongeldig, mijn dierbaren. Ook als men 50 keer de absolutie ontvangt. Vaak zal het de biechtvader zijn die ons door zijn raadgevingen ons tot voornemens brengt of aanzet. En daarom moeten wij op het woord van de biechtvader in de biechtstoel horen. En niet enkel maar het einde afwachten. En Christus beminde, tenslotte, overwegen wij het gezegde. Waarop wij moeten letten alvorens wij gaan biechten. Het gewetensonderzoek, het berouw en het voornemen. Het is geen slecht idee in deze vastentijd eens werkelijk de tijd nemen voor een goede voorbereiding van de biecht. Lees wat na in uw catechismus. Lees eens een biechtspiegel. In de volgende conferentie gaan we dan verder met de bespreking van de eigenlijke biecht. En in het bijzonder over de belijdenis van onze zonden in de biechtstoel, over de boetedoening na de biecht en over mogelijke scrupules die we hebben bij het afleggen van de zonden of over de zonden nadat zij reeds vergeven zijn. Mogen tenslotte, mijn dierbaren, onze lieve vrouw, de toevlucht van de zondaars, ons bijstaan
en voor ons bidden. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.